Regelmatig wordt mij de vraag gesteld, hoe repareer ik nu een slaapmat? Nou, om dit te kunnen doen is het eerst belangrijk om te constateren waar het gaatje zit. Dat kan op een drietal plaatsen. Het kan zijn dat het boven- of onderzijde is. Het kan zijn dat het ventiellek is of het zit op de randen. Ik begin altijd even met een bakje schoon water. Ik plaats het ventiel in het bakje om te kijken of er lucht uitkomt. Eventueel zit ik eventjes op de mat om wat extra druk te geven. In dit geval constateer ik dat de mat niet lek is bij het ventiel. Wat ik vervolgens doe, ik pak een beetje afwasmiddel. Dat doe ik in het teiltje. Ik pak een vochtige doek. Die wring ik een klein beetje uit. Ik doe nog een klein beetje extra afwasmiddel op het doek. En ga vervolgens de mat invrijven. Ik begin altijd even bij de naden. En vervolgens neem ik het doek. Als ik op deze manier wrijf, zie je best al heel veel belletjes. Als ik dan met een vlakke hand eroverheen ga, wordt het mooi egaal. Dan zie ik vanzelf een belletje ontstaan. Als ik een beetje extra druk erop doe, door erop te gaan zitten, zie ik dus dat hier een belletje ontstaat. Het lek is dus gevonden. Vervolgens markeer ik dat even met een stift. Maak het eventjes goed droog. En gebruik dan wat seamclip om het te repareren.